We staan hier bij een uh, nieuw chipsras van Agrico. Napoleon blinkt uit in zijn opbrengst, zijn zeer regelmatige sortering, zijn goede bakkwaliteit met daarbij behorend erg weinig suikerdefecten in het eindproduct. Nou, dit ras kenmerkt zich door een uh, vlotte beginontwikkeling, een, uh, een goede eindontwikkeling met een goed dekkend gewas en de rijptijd is ongeveer middenlaat. Napoleon laat zien dat hij een uh, regelmatige knolvorm heeft, rond-ovaal, uh, goede regelmatige sortering en een mooie opbrengst. Deze ovaal ronde knollen zijn geelschillig, lichtgeel vlezig en hebben een onderwatergewicht van 450 gram. Napoleon heeft een zeer goede droge stofverdeling, weinig suikerdefecten en daardoor geeft Napoleon een bijzonder goed eindproduct voor de chipsindustrie. Dit ras heeft een RO1-resistentie, een hele goede knol-Vitoftra-resistentie en een bijkomend goed voordeel voor de pootgoedteler is zijn in virusresistentie. Dat ligt op een 8. Napoleon is eigenlijk een, een stabiel ras met uh, weinig bijzondere uh, gevoeligheden. Blauw en beschadiging op een normaal niveau. Kiemrust is redelijk goed en voor de consumptieteler laten bewaren op lage temperaturen, daar is Napoleon automatisch geschikt voor. Klanten worden blij van Napoleon omdat het een zeer betrouwbaar, stabiel ras is, onder verschillende klimatologische omstandigheden, bewaring bij lage temperaturen en een bijzonder goed eindproduct in de fabriek geeft.